Deze zomer is er naast het strandbezoek weer van alles te doen hier op Scheveningen. Er worden ook weer grote evenementen georganiseerd waar veel mensen op af gaan komen. Nu is het zo dat de verkeerssituatie tijdelijk veranderd is door de verbouwing van de boulevard natuurlijk. Dus is het zaak dat als je naar de badplaats komt dat je je goed voorbereidt. Aangeraden wordt tijdens evenementen en hele zonnige weekenden vooral gebruik te maken van het openbaar vervoer. Trams 1 en 9 en bussen 21 en 22 rijden naar Scheveningen-Bad. Wil je naar het strand aan de kant van de haven, neem dan tram 11 en stap uit bij halte Vuurbaakstraat. Via de Vuurbaakstraat loop je richting het strand. Wil je toch met de auto gaan? Volg dan het reisadvies van de ANWB. ANWB Verkeersinformatie. Door het mooie weer is er veel verkeer onderweg naar de stranden. Er staan files op de A12 van Utrecht naar Den Haag. 4 kilometer tussen Zoetermeer en Den Haag-Malieveld. Ook op de N200 en de N201 richting Zandvoort moeten automobilisten rekening houden met veel vertraging. De meeste informatie krijgen we van Rijkswaterstaat, van het Verkeerscentrum Nederland in Utrecht. Rijkswaterstaat verzamelt die fileinformatie via de meetlussen in de weg. Die meten de snelheid van het verkeer wat er overgaat. Dus van veel snelwegen zien we ook precies waar de files staan. Verder hebben we ook informanten op de weg. Dat zijn automobilisten die bekend zijn met ons. We noemen dat roadcards. En die geven ons vaak fileinformatie door van files die op ongebruikelijke plaatsen staan. Nou, de wegenwachters zijn ook een belangrijke bron van informatie voor ons voor files. Want niet op alle wegen liggen meetlussen. Dus we kunnen niet van alle wegen zien of er file staat. Als wij de indruk hebben dat ergens een file staat, dan kunnen wij in ons computersysteem zien of daar een wegenwacht in de buurt rijdt. Die kunnen wij dan direct bellen en kunnen aan hem vragen van, staat daar inderdaad file op die weg? En op die manier weten wij dan ook weer hoe wij onze verkeersinformatie kunnen vullen. Zorg dat je goed voorbereid op weg gaat, dus informeer je van tevoren goed hoe je daar het beste kan komen. Dat kan via internet. Er zijn allerlei websites, de gemeente heeft een website. Kijk hoe druk het is naar Scheveningen. De ANWB informeert je via anwb.nl. De ANWB die informeert ook via een Twitter-account, via ANWB Verkeer. En er is verkeersinformatie op de radio. Reizigers kunnen op zon- en feestdagen hun auto voor 2 euro parkeren op PNR Hoornwijk in Rijswijk. En de parkeerkaart is meteen een tramkaart voor 4 personen naar Scheveningen. Dus Kirsten, mocht je dit weekend van plan zijn naar Vlaggetjesdag te gaan in Scheveningen, kijk dan eerst voor de actuele reisinformatie op www.denhaag.nl/naar-scheveningen.